Hey, Elise. Gezellig dat je er bent. Ik kom een dagje bij je op bezoek. Ja, leuk. Nou, ik ben me nog even aan het klaarmaken, maar kom binnen. Ik ga eerst even koffie zetten, wil je ook? Nou, dat lijkt me lekker. Ja? Wil je melk erin of suiker? Nee, voor mij is zwarte koffie. Oké. Helemaal zwart. Oeh. Voor mij altijd de cappuccino, hoor. Heb jij een bijnaam? Ja, iedereen noemt me eigenlijk altijd E. Al van kinds af aan. Of Eetje. Hey E, is koffie jouw ochtendritueel? Absoluut. Ik moet koffie. En het is ook echt even het momentje voor mezelf. Dan ga ik zo meteen hier altijd even zitten. Als de baby's dan net slapen. En dan geniet ik even van mijn koffie. En dan, ja, heerlijk. Koffie voor jou. En in alle rust genieten van mijn kopje koffie. En dan hoop ik altijd dat ze niet gaan huilen. En dat ik echt even hier kan chillen. Hey, omschrijf jezelf eens in 3 woorden. Goeie. Sociaal, gevoelig en zorgzaam. Welk liedje kun je helemaal meezingen, woord voor woord? Oh, nou echt, ik ben zo erg slecht in liedjes onthouden. Dat is bijna een soort stoornis. Ik onthoud het gewoon niet. Maar welke ik dus echt van A tot Z ken, is het liedje van de kleine zeemermin Ariel. Omdat ik die film vroeger, denk ik, 300.000 keer heb gezien. Dus dat liedje kan ik helemaal meezingen. Moet je eens zien wat hier al ligt? Zoiets is toch een geweldig gezicht. Vind je mij dan niet een kind? Een meisje dat alles heeft. Hè? Ja, schatjes. Lief zijn ze, hè? Oh, hoe oud zijn ze? Ze zijn nu 5 maanden. Ja. En wie is nou wie? Dit is Luca en dit is Wolf. Ik zie bijna geen verschil. Ik zou ook zweren dat ze 2-eiig zijn. Maar heel veel mensen die zeggen inderdaad, nou, ze lijken zo erg op elkaar. Tattoos of piercings? Tattoos. Ja, ik heb er zelf 4. Hier zit er 1. Dat is mijn sterrenbeeld vissen, tiger. Deze, ja, toen was ik een hele rebelse puber. En wat nog meer? Oh ja, een sterretje op mijn voet. Komen er nog tattoos bij? Nou, ik zit nu wel stiekem na te denken van, moet ik niet een tattoo zetten met Wolf en Luca? Hé, jongens? Ja, misschien ga ik dat wel doen. Ja. Is er een celebrity in de wereld waar je stiekem een crush op hebt? Mijn all-time favorite is dan toch wel Leonardo DiCaprio. Ja, dat is toch wel echt een crush die ik heb op hem. Zo, dus dit doe jij elke dag? Nou, ik zou willen dat ik het elke dag zou doen, maar 3 keer in de week, denk ik, ja. En dat brengt jou weer back in shape? Ja, je moet wat, hè, na die bevalling. Aan de bak. Nou, even doortrappen nog, hè? Ja, ik ga nog even een half uurtje door. Niet verdwalen. Nou, heerlijk gesport, dus ik ga nu even douchen. Douchen? Ja. Doe je dat in de tuin? Zeker, we hebben warm water, kom maar mee. Hey, aan welk programma zou je nog wel eens mee willen doen? Expeditie Robinson, daar zou ik wel een keer mee willen doen. Lijkt me helemaal te gek. Ben je een winnaar? Sowieso, ik ga echt winnen. Leuk, hè? En het is dus warm water. Heerlijk. Ik ga elke ochtend ook lekker hier douchen met het mooie weer. Ik ga mijn handdoekje uitdoen, dus ik wil wat privacy gaan. Zie je zo alweer. Hey, als jij een ander beroep zou mogen kiezen, wat zou je dan willen in je leven? Ik had dan journalist willen worden, want ik hou heel erg van schrijven. Dus ja, dat lijkt me een te gek beroep. Om welke film heb jij het hardst moeten huilen? Nou, ik ben sowieso echt een huilenbalk met films, dus ik huil echt heel snel. Maar welke ik echt prachtig vond, was Intouchable. Heb jij een guilty pleasure? Sowieso kaas. Ja, alle soorten kaas, Franse kaas, gewoon zo'n heel kaasplankje. Daar maak je mij echt heel blij mee. Wat is er zo lekker aan kaas? Ja, ik weet niet, gewoon die hartige smaak en dan zo smeuig en dan in combinatie met zo'n beetje vijgenjam en oh nee,
Elk weekend zorg ik stiekem dat ik een kaasplankje in huis heb. Dat lust je echt niet? Nou, ik ben niet echt heel erg gek op vlees. Dus ik eet eigenlijk vrijwel geen vlees meer. Dat staat me gewoon enorm tegen. Je favoriete ijsmaak? Een soft ijsje met spikkels. Loop je vaak buiten? Ik probeer het eigenlijk elke dag te doen, want ik vind het zo lekker voor hun en ook voor mezelf. Gewoon even lekker frisse neus halen. Ja, jongens, jullie vinden het fijn, hè? Ja, oh, een kotje. Heb je toevallig nog een tweede naam? Ja, ik heb zeker een tweede naam, maar die wil ik eigenlijk gewoon niet zeggen, want ik vind hem gewoon helemaal niet bij mij passen. Vertel op. Marta. Ja, ik vind het gewoon net een koe. Dus ik gebruik hem ook echt nooit. Wat is jouw favoriete scheldwoord? Pak. 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 Ben je een feestbeest? Ik was een enorm feestbeest. Maar ja, ik moet nu die verantwoordelijkheid nemen. Hè? Dus ik kan niet meer echt feesten, nee. Ja, die ging lekker. Nou, wat een rust. Heerlijk. Wat staat er nog bovenaan op je bucketlist? Zoveel, maar wat me echt heel leuk lijkt als de twins ietsje ouder zijn. Dat we ja, gewoon in zo'n oude Volkswagen bus gaan roadtrippen met z'n viertjes, gewoon als gezin. En dan ja, gewoon maar zien waar het schip strandt en nou ja, naar Spanje en dan misschien de oversteek naar Marokko. Dat lijkt me echt helemaal geweldig. Met z'n vieren. Nou, ik moet jullie wat voor... Nee. Geen gezinsuitbreiding meer? Nou, je weet maar nooit, hè. Misschien wil ik toch nog voor een dochter gaan. Maar ja, ik heb nu mijn handen vol, dus nu laten we het even bij de twins. En wie weet, misschien wel een derde, ja. Elise. Ja? Heb je nog hele grote dromen voor de toekomst? Ja, zeker. Mijn grote droom is om met mijn gezin in LA te gaan wonen. Doe maar. Ja, en dat is nog best realistisch ook, want Wout die werkt heel veel in Amerika. Dus ik zie ons nog wel een keer naar LA vertrekken. Nou, wel te rusten dan. Dankjewel, wel te rusten.